Hallo allemaal en welkom bij het Parkstad Sinterklaasnieuws. Gisteren zagen we dat er heel veel letters waren in het centrum van Veendam. En we hoorden een heel mooi liedje wat ik nog niet kende. Zoals beloofd zijn wij op onderzoek uitgegaan. En we hebben gevonden wat er in het water van Veendam ligt. Het is namelijk turf. Ja, turf. Natuurlijk. Dat hadden we kunnen raden. Veendam en turf. Maar jullie weten vast niet wat turf is. Ofwel, laten we gaan kijken. Gelukkig ging alles met de intocht goed. De boot is in Veendam en we weten eindelijk wat het probleem is. Turf. Maar wat is turf eigenlijk? We gaan even naar het museum. Hallo, ik zoek de turfroute. Ah, dat is die kant op. Oké, dank u. Eens even kijken. Oh, kijk eens daar bovenop. Allemaal turf. Zou ik erbij kunnen? Nee. Oeh, spannend. Nee, daar kan ik niet bij. Ik zoek even verder. Even verder kijken. R.H. van Deeskade. Ja, hier moesten we zijn. Oh, ik denk dat we eerst moeten betalen. Oh, wat een mooie locatie zo. Oud winkeltje. Hé, hey, turf. Nou, dit is dus turf. Ja, ik hoor hier de huizen goed mee warm houden. Moet je kijken. Oh, ik durf het bijna niet te vragen. Moest kijken, wat een mooie boot, jongens. Loopplank op. Goh. Wat een groot ding. Oh. Ik ga even naar binnen. Zo. Zo. Goh. Zo, hé. Toch altijd kleiner en knusser dan je denkt. Au. Oh. Volgens mij waren mensen vroeger wat kleiner. Zo, mooi hier hoor. Zeg, wist je dat hier vroeger turf mee werd vervoerd? Met deze boten? Ja, zo leer je nog eens wat. Maar over turf gesproken, we gaan weer even terug naar de turf. Zo zijn we weer. Dat turf. We moeten eigenlijk wel wat meer informatie weten te vinden over die turf. We gaan even terug het museum in. Even kijken, waar was dat ook alweer? Waar was die turf zo net? Oh, Floortje, moest je kijken. Hazenwinkel. Scheepsvaart. Goh, turf. Even kijken, waar moesten we zijn? Oh ja, hier. Turf. Ik had het hier ook weg kunnen pakken. Nog meer turf. Maar turf was eigenlijk gewoon brandstof voor de huizen. Kun je huis lekker warm houden. Nou, in ieder geval, ik denk dat we nu genoeg weten over turf. Terug naar jou, Floortje. Zo. Bedankt, hè. Oh, excuus. Alsjeblieft. Wauw, wat een mooi stukje geschiedenis, Peter. Dank je wel daarvoor. Goed, hè? Want we hebben beelden van de trouw. Wow. Wauw. Hoor ik nu toch even iets bijzonders? Laten we gauw gaan kijken. Oh! Oh, ben spirit! Oh, goed dat ik jou tref. Want ik wil je wat vragen. Nou, ik heb een aantal wensen voor Regelpiet. Ja. En ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. En wil je mij wel helpen daarmee? Ja, tuurlijk wil ik je helpen. Ja. Maar waarvoor heb je zoveel wensen? Nou, Regelpiet heeft gevraagd om getrouwd. Ik ga trouwen! Yes. Ze gaan trouwen! Ze gaan trouwen! Ze gaan trouwen! Echt waar? Echt waar? Echt waar? Echt waar? Echt waar? Oh, ze gaan trouwen! Ze gaan trouwen! Dat moet Peter weten. Laten we gauw even kijken waar Peter is.
Peter, ben je daar? Peter. Peter? Floortje zegt dus. Ja, Peter, ze gaan trouwen. Trouwen? Ja. Wie gaat... Oh, gefeliciteerd. Ga jij trouwen? Nee, ik niet. Iemand heel belangrijk. Iemand heel belangrijk? Sinterklaas. Nee. Sinterklaas gaat trouwen. Nee, niet Sinterklaas, joh. Juwelier. Nee. Ja, hier moet ik heen. Peter. Peter, niet Sinter... Volgens mij heeft hij mij helemaal niet gehoord. Toch niet Sinterklaas? Nou, laten we maar even kijken wat hij gaat doen. Zo, hé. Hey. Goedemiddag, welkom bij Jubilee Kramer Veendam. Kan ik wat voor u doen? Ja, natuurlijk. Heb je het al gehoord? Wat heb ik gehoord? Je hebt het nog niet gehoord. Nee. Sinterklaas gaat trouwen. Oh. Dat je dat nog niet gehoord hebt. Sinterklaas gaat trouwen. Echt waar. Ik zoek een trouwring voor Sinterklaas, want die gaat trouwen. Oké, okay. Heb ik heb wel wat. Ze heeft wat. Oeh. Zo. Ik heb hier allemaal diamanten, gouden ringen. Die zijn wel heel mooi. Maar het is Sinterklaas, hè? Ik zoek wel echt iets bijzonders voor Sinterklaas. Heb je iets bijzonders? Ik heb nog een special edition ring. Special edition. Alleen dat is echt voor hele bijzondere mensen natuurlijk. Ja, maar Sinterklaas is ook een bijzonder mens, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb hem hieronder. Zo. Die is wel heel bijzonder. Een speciale steen. Ja. Wat kost die? Kost wel heel veel. Fluister maar. Zo, dat is wel heel duur. Maar oké, even zo, laten we het zo berekenen. Sinterklaas heeft heel veel cadeautjes aan je gebracht, altijd. Dit jaar gaat hij weer cadeautjes brengen. Er zou toch wel wat van de prijs af kunnen. Misschien kunnen we hem zo meenemen. Ja? Weet je wat? Omdat het voor Sinterklaas is, denk ik dat je die wel mee mag. Oh. Ik heb een ring voor Sinterklaas. Zou ik hem voor u in een doosje doen? Ja, graag. Er is een ring! Kijk, alsjeblieft. Dankjewel dat ik hem zo mee mag nemen, joh. Nou, ik zet hem gewoon op de rekening van Sinterklaas, hoor. Oh. Hij komt hier wel vaker. Dat wil ik wel geloven. Hé, dankjewel. Graag gedaan. Een ring. Fijne dag. Zeg, zagen jullie dat? Hij heeft precies dezelfde ring uitgezocht voor Sinterklaas als Pietelientje om had. Maar ja... Sinterklaas gaat natuurlijk helemaal niet trouwen. Dat zijn Regelpiet en Pietelientje. We hadden het net even over Wenspiet. En Wenspiet heeft het natuurlijk ontzettend druk met al die wensen. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk? Laten we eens even kijken. Het is een hele mooie bruiloft en een trouwjurk. Maar ik weet niet waar ik beginnen moet. Wenspiet. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, ik heb het net met Wenspiet over de wensen voor de bruiloft. Oh, leuk. Ja, mogen wij mee luisteren? Ja. Alvast voor later. Wij gaan even afwezen. Ja, praat gewoon rustig verder hoor. Wij luisteren gewoon. Okay. Nou, misschien kun je ze eigenlijk een briefje schrijven. Allemaal? Ja. Ik vind het altijd leuk als mensen hun wens op een briefje schrijven en dan bij mij leveren. Dan kan ik meelezen. Oh, dat is leuk. Maar dan inderdaad bruiloft. Ja. Oh, misschien kan Sinterklaas ons wel trouwen. Oh, dat zou wel heel leuk zijn. Dat zou ik zeker opschrijven. En van de jurk. En ik wil natuurlijk ook een hele lekkere pepernotentaart. Ja, dat kan vast wel geregeld worden. Maar Regelpiet moet ook een mooi pak. Ja. Maar dan moet ik dat ook wensen dan? Kan dat zou ik ook zeker doen. En een leuk feestje. Ja. Omdat je Pieter bent. Ja, wat een leuk feestje. Dat is leuk. Ja. Oké, okay. Dan ga ik dus alles opschrijven. Ja. En dat geef ik aan jou. Ja, dan gaan we gewoon eens kijken welke mensen we kunnen laten uitkomen. Of we iets kunnen regelen daarvoor. Oh, spannend. Maar, ja. Oké. Nou, ik ga bij Wenspiet. Ja, wat ontzettend leuk hè, om even te zien bij Wenspiet. Floortje, ik heb nog een beeld van tussendoor. Wat zeg je? Tussendoor Piet. Tussendoor Piet weer. Wat gaat hij nu weer... Nou ja, laten we maar even kijken dan. Wenspiet, mag ik nog heel even tussendoor? Ja, zeker. Ja, mag ik zitten? Ja, tuurlijk. Nou, ik heb nog even een vraag. Hoe zit het dan als ik iets van verrassingen heb? Hoe moet ik dat doen? Ik ga je toch ook gewoon opschrijven? Net als een wens. En dan gewoon opschrijven? Ja. En dan
maar dan geef ik ze aan jou, denk ik. Ja, dat mag. Maar misschien kan ik meedenken dan of meewensen om te kijken of we ze uit kunnen laten komen. Maar hou jij ze dan wel geheim? Altijd. Ja? Ja. Oh, zo schattig, die twee. Tussendoor Piet en Pepita zijn nog steeds hartstikke verliefd. Net als vorig jaar. Nou goed, Tespiet, die moet natuurlijk de ring testen van Pieterlientje. Laten we eens even kijken. Ja, hallo Piet, hallo Pieterlientje. Dag Tespiet. Ik heb niet jij ging trouwen. Maar, moet wel even iets testen van tevoren. Jouw ring, of die wel goed is. Moet je even zien? Ja, oh, die is wel heel mooi. Hij is mooi, hè? Mag ik hem misschien even? Ja, moet hij af? Oh, ja, moet even af. Moet even, oh. Even kijken of hij goed is. Kan hij nog af? Even kijken hoor. Even testen. Ja, hij is helemaal goed gekund. Hij is wel prachtig. Hij is mooi, hè? Daar moet je echt heel blij mee zijn. Ik ben er ook blij mee. Ja. Ach, heel fijn. Dan ga ik nu weer verder. Oké. Okay. Veel plezier. Ja, dankjewel. Nou, de ring is getest door Tespiet. Zouden we eens even kunnen kijken bij Peter, want volgens mij is hij in het centrum. Klopt dat? Klopt Floortje, we zijn weer in Veendam. En wat ik me nou eens afvraag, wat voor activiteiten zijn er nou eigenlijk bezig? Want ik ben wel verslaggever, maar zo lang... Hi. Sorry dat ik... Oh, hoi. Sorry dat ik even... Ja, oh. Jij bent toch Peter Noot? Ja, klopt. De nieuwe verslaggever van het Sinterklaasjournaal? Ja. Wat leuk dat ik jou zie, zeg. Zeg, weet jij wat er allemaal gaat gebeuren in Veendam? Nou, nee, maar daar hadden we het net over. Daar vroeg ik me dus af. Oh, dat wou je net gaan vertellen? Ja. Oh, nou, luister ik even mee. Ja, maar ik wist het dus niet. Oh, maar dan kan ik het je vertellen. Nou, vertel. Ja, ja. We hebben natuurlijk... woensdag hebben we natuurlijk de theatershow in Van Berenstein. Ja. En elke zaterdag vanaf nu... Vanaf nu... Elke zaterdag? Elke zaterdag. Elke zaterdag. Is er gewoon een heel groot pietenspektakel. Oh. Hier in het centrum. Hier, in het centrum. Kunnen allerlei leuke activiteiten doen met heel veel pieten. Niet vergeten. Sinterklaas is er natuurlijk. Die heeft kantoor zelfs. Want kinderen kunnen echt hun eigen pietendiploma halen. Die wordt ondertekend door Sinterklaas. Nee. Ja, zeker. Nee. En ik weet eigenlijk niet of ik dat mag vertellen. Maar misschien moet je het niet vertellen. Niet doorbrieven. Af en toe wordt er ook een show gegeven. Wordt er af en toe een show gegeven? Ja, met muziek en dans en zo. Dus misschien dat je dat nog een keer kunt noemen. Dat zal ik een keer even ergens noemen. Ja, komt helemaal goed. Super bedankt. Ja. Hoi. Hey, hoi. Wat leuk, een nieuw centrummanager. En er is weer genoeg te doen in het centrum van Veendam. Dat was het voor vandaag. Wij gaan even weer op onderzoek uit. En we zien jullie graag morgen. Doeg! Oh.